Hallo, mijn naam is Erika van Stralen. Vandaag ga ik jullie de oefening roll-up uitleggen. Ik zal hem eerst even helemaal laten zien. Goed, je start dus liggend op je rug, armen langs je lichaam. De eerste stap is je armen naar achteren toe brengen. Als je je armen naar achteren brengt, zijn ze helemaal gestrekt en ze komen richting de grond. Je hoeft ze niet helemaal neer te leggen, je houdt ze aangespannen, gestrekt, vanuit je vingertoppen lang maken. Kijk maar hoe ver je komt, misschien als je iets minder ver komt, geen probleem. Waar je op let is als je je armen naar achter brengt, dan dat je ribbenkast omhoog gaat, zoals ik nu laat zien. Dus je sluit je ribben en je houdt als het ware je BH-bandje in de mat. Dan de tweede stap. Je armen drijven omhoog richting het plafond. Maak je de achterkant van je nek lang en hoofd en schouders til je op. Het gevoel hebben dat je als het ware aan je armen omhoog getrokken wordt en je wervel voor wervel van de mat oprolt. Je gaat dan niet rechtop zitten, maar maakt een mooie ronde boog alsof je over iets heen buigt. Twee tegengestelde krachten. Mijn buik wil die kant op, de navel gaat naar achteren en mijn kruin wil die kant op. En van daaruit ga ik weer afrollen. Wervel voor wervel. Op de mat. Mijn benen blijven gewoon liggen. Stukje bij beetje leg ik neer. Zodra mijn schouders de mat raken, komen mijn armen pas omhoog. En dan door naar achteren. De ribbenkast weer laag houden. Ja. Zoals je hier ziet. En dan heb je oefening gedaan. Nu kan het oprollen nog wel eens lastig zijn, dus dan wordt dit je alternatief. Je begint gewoon hetzelfde. Armen naar achteren, niet helemaal neerleggen, de ribbenkast laag. Dan zet je één voor één je voeten in de mat. Je rolt op, hoofd en schouders van de mat. Dan pak je één knieholte vast, het wissel je een beetje af. Handen stevig in de knieholte. Je voet breng je richting de mat, dus naar beneden. Gebogen been. En dan gaat je hoofd dus mee. Strek je benen uit. Hi Miyuki. Miyuki die kan niks meer zien. Dus die moeten we altijd een beetje sturen. Ga je weer die stretch naar voren maken, navel in, schouders mooi laag en je rolt weer op dezelfde manier af. Dus eigenlijk het enige stukje wat anders is, is dat je omhoog komt met je voeten op de mat. En dat je je been dus een beetje mee laat werken. Goed. Een aantal dingen. In dit deel van de oefening versterk je je buikspieren. Ja, Miyuki. En in dit deel van de oefening stretch je je rug. Je ziet dat mijn armen parallel zijn met mijn benen. Bedenk, je hoeft niet elk deel van de oefening perfect te kunnen uitvoeren. Ik bedoel in die zin,
Als je een hulpmiddeltje nodig hebt bij het omhoog komen, is dat geen enkel probleem. De oefening bestaat uit meerdere onderdelen. Ook het naar voren stretchen is belangrijk. Ook het afrollen is belangrijk. Dat vergat ik nog te zeggen. Bij het afrollen, wervel voor wervel, het articuleren van je wervelkolom, maak je de rug ook soepel. Dus elk onderdeel van de oefening is even belangrijk. En als je één onderdeeltje misschien wat minder goed kunt, is dat geen enkel probleem. Gewoon eraan blijven werken en je wordt vanzelf sterker. Veel succes met de roll-up!